Goedendag, welkom bij een extra uitzending van Rijnmond, geheel over het coronavirus. Want hoe moeten wij in de regio mee omgaan? Hoe nu verder? Dat gaan we de komende drie kwartier bespreken met de volgende gasten aan tafel. Ab Osterhaus, viroloog, lector crisisbeheersing Menno van Duin en Rijnmond havenverslaggever Jelle Gunneweg. En later in de uitzending komt ook nog Ruud van Os om te spreken over de gevolgen in de regionale sportwereld. Dit zijn de onderwerpen in deze uitzending. Het kabinet wil geen paniek, maar op veel plaatsen wordt gehamsterd. Paracetamol hebben ze niet meer, hadden ze moeten gaan zoeken achter. En die hoestdranken zijn bijna op. Opvallend weinig reizigers in het openbaar vervoer. Het is echt heel rustig. Ik heb denk 4 mensen gezien in de metro. Marktkooplui zijn boos omdat in sommige plaatsen de weekmarkt is verboden, maar in andere niet. De richtlijnen van Rutte zijn zo'n 100 mensen bij elkaar. Er lopen hier geen 100 mensen. Meneer Osterhaus, er zijn inmiddels in Nederland 800 mensen positief getest. Dat is het cijfer van deze vrijdag. Hoe kijkt u naar dat cijfer? Ja, dat is niet onverwacht. Als we zien wat er in de afgelopen weken is gebeurd, dan is het zo geleidelijk aan omhoog gegaan. En we zitten nu in een stadium dat het inderdaad snel rondgaat. En dat is waarom al die maatregelen ook getroffen worden om te proberen dat zo snel mogelijk afgebogen te krijgen. Maar hoe reëel zijn die cijfers? Want je hoort ook heel veel geluiden dat het er wel eens veel meer kunnen zijn. Het zullen er ongetwijfeld meer zijn. Hoeveel meer weten we niet. Maar er is een beperkte testcapaciteit uiteraard. En alleen mensen die echt ziek zijn, die echt duidelijk symptomen hebben, worden getest. En dus het zullen er ongetwijfeld meer zijn. Meneer Van Duin, is het crisis? Ja, dit is wel crisis, ja. Ja. Dit is groot. Hè. Het komt niet zo vaak voor dat er op zoveel plekken, hè, op alle maatschappelijke velden heeft dit consequenties. Of het nou de sport is, het onderwijs, of het de zorg. In alle sectoren gaat dit, heeft dit vergaande consequenties. Dat leidt soms tot misschien wat ten onrechte, maatschappelijke onrust, hamster, et cetera. Dus ja. dit is ongekend. Komen we zo meteen ook even over te spreken. We gaan het ook laten zien. Wat vindt u van het geluid dat je ook hoort dat de maatregelen, die inderdaad flink zijn, wat laat zijn genomen? Dat is een signaal dat je hoort. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat je kan alles heel vroeg gaan doen. Maar volgens mij zit er een redelijke logica tussen maatregelen en ontwikkeling ten aanzien van de outbreak als zodanig. Of van het aantal besmettingen. Toen het in Brabant niet meer duidelijk was of niet overal meer traceerbaar was, is er in wezen een richting tweede fase gegaan. Enerzijds en beheersen, maar tegelijkertijd ook wel mitigeren, het proberen te beperken. Ja, in termen van dat beperken. Zijn we nu deels gewoon aangeland. En dat betekent dat je inderdaad, zoals Osterhaus zei, niet probeert het aantal gevallen nog te drukken. In ieder geval te zorgen dat niet iedereen tegelijkertijd ziek wordt. Ja, want dat kan die zorg niet aan. De maatregelen moeten natuurlijk ook proportioneel zijn. Als we helemaal aan het begin de maatregelen zou hebben getroffen die er nu getroffen worden, ja, dan zou dat niet geaccepteerd zijn. Dan zou je zeggen, hey, kom op, een griepje er gaat rond. En geleidelijk aan dringt het besef door dat het wel iets meer is. En dat geldt eigenlijk alleen maar voor die echte risicogroepen, die oudere mensen en mensen met chronische aandoeningen. En ik denk dat zo geleidelijk aan, naar aanleiding van wat we hebben zien gebeuren, eerst in China natuurlijk, dat was wel een waarschuwing, maar dan ook Italië was natuurlijk de tweede grote klap. En dan zie je dat overspillen naar Nederland toe. En dan zo geleidelijk aan realiseert men zich dat het toch veel ernstiger is dan men in eerste instantie dacht. En nog, denk toch dat je het enigszins moet relativeren. Want als je kijkt wat er voor in zijn algemeenheid geldt voor de mensen, wat er aan de hand is, dan is het in de meeste gevallen is het gewoon een griepachtig ziektebeeld, wat op zich al vervelend is. Maar het zijn met name die speciale risicogroepen. Als we die niet allemaal op tijd kunnen behandelen, of als daar niet voldoende capaciteit voor is, ja, dan krijgen we grote problemen. Dus wat we proberen met al dat testen in het begin, is het om zoveel mogelijk uit te stellen en zoveel mogelijk voor ons uit te drukken. Nou, op alles wat u tezamen nu net zegt, willen we zo meteen nog wel wat verder inzoomen. Jelle, jij komt namens Rijnmond een beetje dagelijks in de haven in Rotterdam. Wat voor gevolgen merk jij van het coronavirus daar? Vooral dat heel veel wel gewoon natuurlijk doorgaat. De cruiseschepen komen er gewoon nog steeds binnen. De ferrymaatschappijen varen nog steeds af. Gek genoeg zijn de containerterminals ook nog heel druk. Die hebben te maken met zeg maar een inhaalslag van die februari-stormen die we hebben gehad. Waardoor er eigenlijk een soort uitgestelde inhaalslag nu gemaakt wordt. Dus het werk gaat feitelijk door. Wat je nu het wel lijkt ziet ook niet werk dat je thuis kunt doen, mits je niet op kantoor zit. Nee, dus dat wilde ik zeggen. Het kantoorpersoneel wat naar huis kan, wordt nu inmiddels wel naar huis gestuurd. Maar je hebt een aantal vitale functies. Ja, die moeten door.
doorgaan. Ja. Rivierpolitie, douane, noem maar op. Weet je, dat moet gewoon blijven werken. Ja. En daar hebben ze ook wel maatregelen getroffen hoor, in shifts. En proberen mensen zoveel mogelijk buiten de crisis te houden, zou ik maar zeggen. Ja. Onderwerp van gesprek en vooral onderwerp van discussie is het feit dat de scholen in Nederland en dus ook hier in de regio nog altijd open zijn. En de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb, reageert daarop. Het kabinet zegt basisscholen, middelbare scholen, dus in dit geval ook ROC's, blijven open. En tegelijkertijd zegt men, vermijd het openbaar vervoer. Maar onze ROC-studenten, de middelbare scholieren, die gaan echt wel langere afstanden en niet altijd met de fiets of lopend. En die moeten dus gebruik maken van het openbaar vervoer. Daar wringt dus iets in dat besluit. Het lijkt mij verstandig dat er hier opnieuw naar gekeken wordt. Anders zie ik dat waarschijnlijk de opvolging van dit advies door de regering waarschijnlijk massaal zou worden genegeerd. Ik sprak vandaag met de horeca bijvoorbeeld, met de voorzitter, mevrouw Wilfraat, en haar ook meegegeven dat ik het zal waarderen als de horecasector zelf een besluit zou nemen om ervoor te zorgen dat er ook niet meer mensen dan 100 binnen zijn. Voor heel veel horecamensen is dat geen probleem, maar voor de nachthoreca misschien wel. En als men die regel overtreedt, kan het zijn dat ik zal besluiten tot sluiting van zo'n nachthoreca. Ja, die consequenties kunnen dus nog gaan volgen voor de nachthoreca. Eerst ook even terug op die over die scholen. Hoe lang, meneer Oshuis, denkt u dat het nog duurt voordat de scholen dichtgaan? Ja, dat is een politieke beslissing, dus dat kan ik niet zeggen. Maar vanuit uw vakgebied? Ja, kijk, wat is de reden om zo'n school te sluiten? Nou, die scholen, we weten dat via scholen, via jonge kinderen met name. Als we kijken naar influenza bijvoorbeeld, dat virus wordt dan heel snel door de bevolking verspreid. Die kinderen komen allemaal bij elkaar en dat virus verspreidt zich. Dat is voor dit virus niet aangetoond. Ja, en we zien zelfs dat deze kinderen, in tegenstelling tot wat je bij influenza ziet, kinderen worden niet ziek eigenlijk, heel weinig maar. En nou maar niet ziek worden betekent ook niet kunnen overdragen? Precies, dat is even de vraag. En daar zijn eigenlijk te weinig gegevens voor om daar nu beleid op te maken. En je kunt er dus van uitgaan in zijn algemeenheid dat als ze minder ziek zijn, dat ze ook wel minder virus zullen verspreiden. Maar we hebben de harde gegevens niet. Er zijn een paar publicaties uit China vandaan, maar dat is wat we hebben. En op basis daarvan, ja, toch een beetje een gebrek aan kennis op dit moment, moeten er toch vergaande beslissingen genomen worden. En wat het vervelende dan is natuurlijk, is dat als men in andere landen het wel doet. Nou ja, dat is het. Hè. In andere omringende landen gaan de scholen dicht. Ja, plus dat de HBO en de universiteiten wel dicht gaan, maar de middelbare scholen en de basisscholen niet. Dat is inconsequent, lijkt het. Het is grote aantallen bij elkaar natuurlijk. Hè, door en onderwijl zie je natuurlijk, mijn vrouw zit in het onderwijs, door een school van 1000 leerlingen, daar zijn er vandaag gewoon 300 ongeveer niet. Hè. Dus het is natuurlijk ook zo dat een fors aantal leerlingen die ofwel de mogelijkheid denkt, het hoeft niet, ofwel gewoon wat zieker zijn, er gewoon ook niet zijn. Dus je ziet natuurlijk ook, en dat geldt ook al, een kwart van het personeel dat er niet is. Dus de last op die groep wordt groter. Kijk, zoals Rutte het gisteren verwoordde, vond ik niet handig. Hè? Het idee van het onderwijs is vooral een instelling die moet zorgen voor de opvang van verplegen, van ouders die werken in de zorg en de politieagent. Daarvoor hebben we geen onderwijs in dit land. Maar tegelijkertijd is het duidelijk dat die functie van het onderwijs, als je het nu allemaal laat wegvallen, worden we er niet beter van. Nee. Misschien Netflix, dat er nog meer gekeken gaat worden, maar voor de rest. Ja, maar daar worden wij op zichzelf allemaal niet veel beter van. Nee. U heeft het over de ziekenhuizen. De problemen in de ziekenhuizen zijn fors, ook zeker in het Erasmus MC in Rotterdam, waar personeel inmiddels ook besmet is. Nou, we hebben tot nu toe 100 medewerkers getest. De meeste van hen met lichte luchtwegklachten, klachten waar normaal gesproken je gewoon mee door zou gaan. En nu hebben we gezegd, als je die klacht hebt, kom vooral, dan testen we je. Je wil natuurlijk voorkomen dat ze het verspreiden naar patiënten en ook naar andere medewerkers, naar collega's. Van die 100 mensen die we getest hebben, waren er 4 positief. Dat wil zeggen, hadden het coronavirus. Voor elk van die 4 weten we nu dat ze het eigenlijk opgelopen hebben buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld tijdens een skivakantie in Noord-Italië en niet in het ziekenhuis. En deze mensen hebben uiteraard nu gevraagd om thuis te blijven en daar in quarantaine te zijn. Ja, dan even terug naar de zorg, de patiëntenzorg. Hoe heeft het hele gebeuren impact op de reguliere patiëntenzorg? Tot nu toe zijn er hier in het ziekenhuis 4 patiënten opgenomen. Die liggen alle 4 op de IC en de rest niet. Dus tot nu toe zijn wij gelukkig in staat geweest om gewoon de reguliere zorg te continueren. En dan moet je voorstellen, in zo'n periode dat dit er mogelijk aankomt,
stopt de vraag om andere dingen niet. Hè? Mensen bevallen nog steeds. Mensen kunnen nog steeds een hartaanval krijgen of iets anders. En die zorg die zijn we goed in staat om voor nu gewoon te continueren. Afgelopen week zijn alle normale operaties nog doorgegaan. En eigenlijk is de inzet om zo lang mogelijk te proberen dat dat lukt. Meneer Van Duin, hoe groot is die druk in de ziekenhuizen op dit moment? Nou, ik heb precies, weet ik dat niet. Feit is natuurlijk dat een van de grootste risico's is die zorgcontinuïteit. En dat is niet alleen die ziekenhuizen, dat is ook die huisartsen, dat is die verpleeginstellingen, et cetera. Als daar te veel mensen tegelijkertijd wegvallen omdat ze ziek zijn, of dat mensen in hun omgeving ziek zijn, waardoor ze er niet meer kunnen werken, dan wordt dat nijpend. Ja. Maar het meest belangrijke is natuurlijk wel die intensive care. Ja, waar mensen echt heen moeten om echt levensreddende dingen te doen. Eventueel met ademhaling, kunstmatige ademhaling. En dat is beperkt. En dat is de reden waarom we nu in principe dus zeggen van probeer dat zover mogelijk voor je uit te schuiven. Zodanig dat we niet in 2-3 weken die hele grote hoos krijgen. En we hoorden net van Ernst Kuiper inderdaad. Dat die zegt, nou, we kunnen het redelijk goed aan. We hebben een paar patiënten. We zullen er wel meer krijgen. Maar we hebben een redelijke capaciteit. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de mensen zich houden aan de adviezen die daar zijn. Dat heel verantwoordelijk wordt gedaan. En dat houdt dan in dat inderdaad de mensen gewoon verzorgd kunnen worden op de manier waarop het moet. En al die verschillende functies die net genoemd werden. Maar daarnaast ook met name die intensive care. Ja, en met name die beademing. Want dat is gelimiteerd. Maar als die huisartsen massaal wegvallen. Iedereen moet wel. Heeft die huisarts nodig als vertrouwen van gaat het goed? Dus die rol die die huisarts vult is ook cruciaal daarin. En in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is vandaag besloten dat er alleen nog maar coronapatiënten worden behandeld. Wat voor gevolgen heeft dat dan allemaal wel niet? Nou, dat betekent dat je alle electieve dingen, dus de dingen die net genoemd werden, zoals bepaalde operaties die moeten gebeuren, maar nog wel een paar weken kunnen wachten, die worden gewoon uitgesteld. En dat creëert natuurlijk weer een nieuwe hoop. Maar je hebt natuurlijk de verantwoordelijkheid naar die patiënten die met name ernstig ziek beginnen te worden. Ja. En dat is waar je eigenlijk op moet richten. Ja. En die infectie op zich, die valt wel mee. Als je kijkt hoeveel mensen er inmiddels zijn overleden. Er gaan in Nederland veel meer mensen dood aan griep. Ja? Als je kijkt wereldwijd, zeker, gaat er een kwart tot een half miljoen mensen gaan aan griep dood elk jaar. En daarvan zeggen we allemaal, ja, het is griep, dat weten we nou wel. En er zijn nu, ik geloof dat de teller op 6.000 staat of zo, ja, van het aantal mensen wat is overleden. En we praten nog helemaal niet over honderdduizenden zoals bij griep. Neem niet weg dat het een nieuwe ziekte is. En juist die gevallen die binnenkomen, ja, dat creëert natuurlijk toch een zekere mate van angst. En als het allemaal in een korte periode komt, dan heb je natuurlijk een gigantisch probleem, want dan moet je op een gegeven moment neven kopen en dat wil je niet. Nee. Jelle, hoe groot verwacht jij of is de schade voor de haven? Een paar weken geleden zei de directeur van het havenbedrijf nog dat ze, en toen was het alleen nog maar China, dat er 20% minder afvaarten vanuit en naar China zouden komen met containers. Ja, dat is heel veel. En toen hadden we nog niet Italië, toen waren wij zelf ook nog niet de klos. 20% betekent 20 tot 25% minder in- en uitvoer van containers. En waar valt de grootste klap, denk je? In die containersector. In die containersector, ja. En uiteindelijk daarmee ook die hele logistieke keten. Want iedereen gaat dan omvallen natuurlijk. Maar wat je nu ziet is dat er nog wel een beetje geschoven kan worden met bijvoorbeeld de trein. Maar de vrachtwagen bijvoorbeeld naar Italië. Er zijn al heel veel vrachtwagenchauffeurs die niet meer naar Italië willen. Omdat ze daar mogelijk besmet kunnen worden. Dus de trein lijkt nu nog het enige wat werkt. En wat we in China nu wel zien is dat daar de boel langzaam weer op gang komt. Dus die schepen daar, die komen langzaam ook weer deze kant op. Maar vooralsnog weten we niet of ze helemaal gevuld zijn, of die containers helemaal gevuld zijn. Dus die hele haven kijkt in één grote glazen bol. Ja. We weten echt niet waar ze aan toe zijn. En als je die haven nu binnentreedt, merk je voorzorgsmaatregelen? Merk je dat er een crisis is? Nou ja, heel veel hygiënemaatregelen zoals die overal gelden worden daar natuurlijk zeker ook genomen. Zeevarenden bijvoorbeeld mogen niet van de schepen af. Zoiets als de Botlek Stores bijvoorbeeld, waar de supermarkt voor zeevarenden, die zitten nu met veel minder klanten, omdat die zeevarenden komen daar niet. Terminals houden er ook min of meer de boel op slot. Dus ja, je merkt wel dat ze alles proberen om de boel een beetje te temperen. Ja. Maar het is wel crisis en dit gaat echt een financiële klap geven. Dat. En die supermarkten moeten bijvoorbeeld bevoorraad worden vanuit de haven, om maar iets te noemen. En in die supermarkten is het ongelooflijk druk sinds gisteren. Er wordt flink gehamsterd.
helemaal scheidsziek van word. Maar goed dat u dan extra wc-papier heeft gehaald. Nee, dat heb ik gewoon nodig. Ja, paracetamol, hoestdrank en voor die keel, hè. En ik ga nu honing kopen ook bij die Bas, maar bij die Lidl hebben ze ook geen rijst meer. Dus ik kwam halen, maar ja, helaas. We zijn toch niet achterlijk? We zijn gewoon normaal bezig, hoor. Dit zijn de weekendtoestanden en voor de rest. Laat me niet gek maken. Nou ja, ik blijf gewoon thuis en ik ga gewoon en ik zorg gewoon dat ik niet veel contact heb met een ander. Ik was mijn handen regelmatig. En als ik dadelijk thuis kom, doe ik het weer. Eenvoudig, hè? Maar is dat ook geen huid van besmetting? Merkt u ervan in de winkels? Heel erg. Het is een gekhuis. Ja, het is niet leuk meer. Houdt u er nog wel rekening mee als u boodschappen doet, dat u denkt, ik neem wel iets extra's mee? Ik neem wel ietsjes extra mee, dat wel. Dat klopt wel, maar het is niet zo dat ik allemaal heel veel mee ga nemen, nee. Hoeveel dagen heeft u al eten en drinken in huis gehaald? Ja, ik heb, voor 1 maand heb ik al een voorraadje. Ja. Op die zolder heb ik al rijst, olie, water. Ja. Dus dat scheelt, hè. Ja. Misschien moeten we even adres uitwisselen. Als ik tekort kom, kom ik bij u eten. Ja, is goed. Ja, boodschappen doen voor een maand. En nu al toiletpapier, dat inderdaad ja, als we het gek over de toonbank gaat. Hè? Nee. Het heeft geen diarree, dit virus, over het algemeen. Dus nee. Is wonderlijk. Ja, maar is dat hamsteren, meneer Van Duin, nou echt nodig? Nee, het is natuurlijk niet nodig, maar wat je ziet, het is wel een van de indicatoren. Je kan een aantal lijstjes zien van wat maakt nu dat je kan zeggen dat er maatschappelijke onrust is. Nou, hamsteren is wel een van die indicatoren erbij. Doordat mensen allerlei gekke dingen gaan doen, hoort hamsteren daar echt wel bovenaan in dat rijtje zo ongeveer. Dus je ziet dat die samenleving toch redelijk van het padje is op een aantal punten. Als we massaal gaan hamsteren, met het idee van, het is er allemaal niet meer. Nee, en we spraken vandaag ook een supermarktmanager en die zei, het lijkt wel oorlog hier. Nou ja, dat geeft aan hoe heftig het allemaal is. Het is een beetje irrationeel natuurlijk. Als je toiletrollen gaat hamsteren, ja, ik weet niet wat je ermee moet doen. Wat doe je daarmee? Ja. Nee, dus ja. Maar ik, het is wel leuk om te horen dat een indicator is voor toch crisis als dat speelt. Precies, hè? Dus maatschappelijke ontwrichting is een van de aspecten daarin, is gewoon hamster. Ja, dat is gewoon een van die dingen. Mensen, dat is gewoon een patroon. Hè? Door het woord paniek wordt natuurlijk veel te veel gebruikt. Dat moet je ook helemaal weghalen, want iedere keer, er is geen sprake van paniek. Nee, is ook helemaal. Maar hoe voorkom je dan inderdaad dat men niet denkt dat er paniek is? Nou, de belangrijkste manier is eigenlijk al door überhaupt de vraag anders te gaan formuleren. Ja. Dus zodra je roept in media en met enige verbazing, er is niet eens sprake van paniek, dan suggereert het weer, blijkbaar zal er wel paniek zijn. Maar dat ook, is het dus vrijwel nooit. Maar ook het feit dat je nu aandacht besteedt aan hamsteren, er zijn heel veel mensen die denken, hamsteren. Ik had er nog niet aan gedacht. Ja, ik denk, bijna moet ik het nou toch ook maar doen. Ja. Weet je? Ja. Precies, het niet, ook, nee dus, nee, is de boodschap. Het is bijna net zo besmettelijk als die ziekte waarschijnlijk. Precies. U heeft het ongetwijfeld en jullie zelf ook gemerkt vandaag op de snelweg. Daar was het rustig. En ook zeker in het openbaar vervoer is het relatief stil. Ja, het is wat lastig om zo'n gesprekje te doen, maar helpt het nou, zo'n lint? Nou, we hopen het eigenlijk van wel eigenlijk. Het is ongeveer een meter afstand, zeggen ze. Dus eigenlijk moet ik ook bij jou een meter afstand zijn eigenlijk. Ik kijk wel uit dat ik niet alles aanraak. Maar ja, weet je, je moet toch je boodschappen halen. En ik moet nu naar de apotheek, dus ik heb zoiets van ja, gewoon doen. Ik ben lekker jongen toch? Ja. Zo voorbij, hoop ik hè. Ja, tuurlijk. Maak je geen zorgen? Nee. Wat merkt u ervan als u met het openbaar vervoer reist? Dat ik gewoon nu normaal kan zitten. Het is heel rustig, het is echt heel rustig. Ik heb denk ik 4 mensen gezien in de metro. Ik was van plan om nog verder te gaan reizen, maar ik blijf maar even een paar weken thuis, denk ik. Waar zou je naartoe gaan? Naar Indonesië, dus dat laat ik maar eventjes erbij liggen. Niet je open oma knuffelen, dat soort dingen. Ik raak niet zomaar dingen aan, dat doe ik wel. Ja, ja. Is toch voorzichtig? Klein beetje toch wel. Klein beetje. Ja, toch, daar heb je me. Dankjewel. Christel Hoedma. Hey. Ja, zo kun je ook een gedag zeggen. De RET heeft trouwens aangegeven dat de komende maandag er een zomerdienstregeling in Rotterdam en omgeving zal worden gehanteerd. Meneer Oshuizen, de oproep is als je nu in de bus gaat of in de tram,
achterin in te stappen. We zagen de flyer al eventjes. Waarom is dat zinvol? Nou, ik denk wat er bedoeld wordt is dat je zoveel mogelijk uit elkaar moet blijven. Dus een afstand tot andere mensen moet houden. En er wordt in zijn algemeenheid aangehouden dat op zijn minst een meter van elkaar afblijven. Omdat we weten dat als je elkaar zo direct zou willen besmetten, niet willen besmetten, maar zou kunnen besmetten, dan weten we dat buiten een meter gebeurt dat eigenlijk niet meer. Ja, afgezien van indirecte contacten via besmette oppervlakken, maar gewoon door elkaar aan te hoesten. Ja, dat is eigenlijk maar binnen 1, 2 meter. Dus hoe verder je uit elkaar blijft, hoe beter het nou, is. Nou, ik zit veilig ten opzichte van jullie, maar jullie zitten redelijk dicht bij elkaar. Ja. Gaat weer helemaal mis. Ja. Is trouwens vliegen in een vliegtuig ook niet een evenement van meer dan 100 mensen? Ja, dat is zeker zo. En er zijn wel studies gedaan ook om te kijken in hoeverre virussen zich in een vliegtuig kunnen... Dat is toch een broeinest, heb ik altijd geleerd. Het grappige is dat als je dan kijkt die verschillende rijen achter elkaar, dan kun je gewoon een cirkeltje eromheen trekken. Dat voor influenza, niet voor dit virus, daar is het natuurlijk nog niet mee gedaan. Maar mensen die in directe omgeving zitten, en influenza gaat met via aerosolen over. Het is nog iets anders dan die druppeltjes. Dat gaat echt met hele fijne druppeltjes over. Maar dit virus gaat wat moeilijker over, wat dat betreft. Dus het zou kunnen, maar het valt allemaal wel mee wat dat betreft. Want als je zegt, zo'n rij eromheen, ja, dat kan voor influenza. En voor dit virus is dat waarschijnlijk toch wat minder. Maar we hebben net ook al gehoord dat... er komen steeds meer plaatsen vrij in die vliegtuigen. Ja, voor de vliegtuigbranche is het zeker een grote ramp. Hè. Ja. En we hebben vandaag ook al gehoord dat risicolanden als Italië, China, Zuid-Korea, Iran... de vluchten worden vanaf straks 6 uur al niet meer in Nederland toegelaten. Die maatregelen worden, zo lijkt het meneer Van Duin, opgevolgd in Nederland. Ja. Heeft u daarmee het gevoel dat ze ook streng genoeg zijn? Ja, dat streng is gekoppeld aan de besmettelijkheid, et cetera, en de aanpak. Dus daarin kan ik zeggen, volgens mij is dat tot nu toe navenant. Ik denk niet dat je heel veel meer moet gaan doen op dit moment. Het is wel een beetje mooi, dus die proportionaliteit die Osterhaus net noemde, dat is inderdaad ook wel terecht. Hè. Je moet ook wel een beetje denken van, wat kan die samen doen? Mensen moeten overtuigd zijn van het feit dat datgene wat ze doen zinvol is. En als ze dat niet zijn, dan doen ze het niet echt. En dus je moet uiteindelijk iedereen meenemen in het feit dat we met elkaar iets moeten doen. En als je dat niet lukt, dan krijg je tegen de wil. En als iedereen naar links wil, kan je wel zeggen, je moet hier naar rechts, maar dat gaat niet werken. Mm. Dus je moet toch die hele samenleving meekrijgen. En als die proportionaliteit er niet is, krijg je ze niet mee en heeft het geen enkele zin. Nee. Mensen moeten ervan overtuigd raken dat het zinnig is om dat te doen. Al was het alleen maar om oma te beschermen of mensen die diabetes hebben te beschermen. Niet voor zichzelf, jonge mensen, dat hoor je veel nu. Waarom zou ik het doen? We gaan toch de kroeg in en we zitten toch met z'n allen bij elkaar. Who cares? Ja, dat op zich, ook die mensen moeten ervan overtuigd worden. Dat als je dat doet voor jezelf, je krijgt misschien een zware verkoudheid. Maar je hebt er verder weinig gevolgen van. Dat betekent maar, uitleg. Ook door de premier en al die anderen steeds meer uitleg. We doen dit, maar waarom doen we dit? Het is niet alleen het wat, maar het waarom. Dat vind ik eigenlijk nog het belangrijkste. Kijk, China, er moet meer waarom uitleg. In China zijn ze het echt gaan afdwingen. Ja? Dat wil zeggen, dat is gewoon met de mannen met geweren erbij. Ja? Ja. Zo gaan we het doen. En dat gaat hier niet werken. Nee. Waarom eigenlijk niet? Nou, ten eerste omdat we de manschappen er niet voor hebben, maar ten tweede past het ook niet in de volksaard, denk ik. Het kan volgens ons systeem ook gewoon niet. En ik denk dat men in zijn algemeenheid best redelijk is. En je krijgt toch een soort sociale controle ook. Als mensen er op een gegeven moment zich gaan onttrekken en toch dingen doen die gevaarlijk zijn voor andere mensen, dan worden ze daarop aangesproken. Dus ik ben wat dat betreft wel optimistisch. Ja. Als de voorlichting goed is en wat Rutte gisteren zei over die 17 miljoen mensen, ik denk dat heel erg goed is. We moeten het met z'n allen doen. Ja. Wat moet je nou eigenlijk doen als je denkt dat je het hebt? Thuis blijven. Ja. Op dit moment betekent, als je denkt dat je het hebt, ligt er een beetje aan hoe ernstig je het hebt. Ja. Maar als je dus een beginnende verkoudheid hebt of een beginnende griepachtig symptoom, dat is allemaal niet zo erg. Maar trek je dan terug en blijf gewoon thuis. Maar wat is er waarvan die 10 seconden regel? Dat je 10 seconden proberen je adem in te houden. Als je dan... ja, dat is nonsens. Ja. Dat is nonsens, maar dat gaat dus wel op het internet rond. Er zijn een heleboel dingen op het internet die rondgaan. En ik hoorde vanochtend van een of andere rapper die zei van allemaal flauwekul, we moeten het gewoon door laten gaan. We moeten lief zijn tegen
tegen elkaar en elkaar. Oh, ja. Omarmen en weet, ik weet niet hoe die heet. Maar dat vroeg ze me ook. Ja. Ik zeg, nou, dat moet je vooral doen. Dan ken je precies het scenario waar we het net over gehad hebben. Dan gaat die piek. En dan gaan de mensen dood. Dus je mag lief zijn tegen elkaar. En dan is voor die kleine club die lief is tegen elkaar, maakt het niet niks uit. Maar voor de hele grote groep van mensen moet je toch even over nadenken. Dat als je praat over ouderen, maar met name ook chronisch zieken, mensen met onderliggend lijden. Ja, in Nederland, dat is toch bijna 20% van de bevolking. Ja. Wat ik er wel mooi aan vind, is dat het de boel wel weer verbroedert. Dus dat we het inderdaad wel met elkaar nu aangaan. Maar niet dat lief zijn voor elkaar. Niet dat lief zijn voor elkaar van die rapper. Nee, maar dat mensen boodschappen voor een ander gaan doen. Of maar inderdaad wat er dus veel meer moet worden gedaan, is uitleggen. Ik bedoel, als die rapper dat zegt, dan moeten dus anderen zijn die uitleggen dat het onzin is. Dat als je die lijn gaat volgen, dat veel te veel mensen tegelijk ziek worden. En dat die intensive care dat nooit aan kan. En die sector dat niet aan kan. En dat er dan dus veel meer mensen doodgaan dan als ze gespreid ziek worden. Als je het in een half jaar hebt, dan kan je veel meer aan. Dat alles piekt in 2 of 2, 3 weken. Dat ga je dat nooit redden. En dat is een van de belangrijkste punten die we nu zien. We drukken het naar beneden. Dat het gaat langer duren. Maar minder hectisch, minder intensief op ieder moment. Ja. Ja, wat we natuurlijk ook mogen doen is appelleren aan angst. Ja? Dus angst is een functionele emotie, denk ik. Dus als je gewoon mensen... Want zoveel mensen zijn er nog niet doodgegaan. Maar het is erg genoeg voor de mensen die doodgegaan zijn. Maar als we kijken hoeveel er echt zijn overleden op het ogenblik. En dan wordt er gelijk bij gezegd, ja, dat zijn allemaal oude mensen. Ik ben ook een oude man, dus ik trek me dat wel aan. Maar in principe is het natuurlijk zo dat als je het vergelijkt met hoeveel mensen er aan andere respiratoire luchtwegklachten doodgaan, ja, dan valt het daarbij in het niet. Want het is in principe een ziekte, meneer Osterhaus, waarbij je 2 weken flink ziek bent. Kunt zijn. Sommige, het is niet eens gelijk aan elkaar. Bij kinderen is het bijna niks. En dan bij jongere mensen, dan is het een fikse verkoudheid. Maar het is geen longontsteking. Maar wie zullen er dan wel echt goed ziek van zijn? Nou, zijn mensen, dat toch de ouderen in de maatschappij? Mensen die een slecht werkend afweersysteem hebben. En dat zijn per definitie mensen boven de 65. En dat wordt steeds slechter. Dus wat je ook ziet, de mensen die zijn overleden, dat zijn mensen die in de 80 zijn ook. En dat zijn mensen waarvan het afweersysteem het eigenlijk niet goed meer doet. Ja. En bij oude mensen op die leeftijd zijn er een heleboel dingen die het niet goed meer doen. Dus geleidelijk aan brokkelt dat af, maar ook het afweersysteem. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk mensen, transplantatiepatiënten, diabetespatiënten, noem ze allemaal maar op. En dan, dat zijn allemaal mensen die ook een slecht functionerend afweersysteem hebben. En dat afweersysteem heb je nodig om dat virus te bestrijden. Dus als je dat platlegt, om welke reden dan ook, dan heb je een probleem. En heeft dat mondkapje zin? Nee. Nou, ik zag net een plaatje hier van een mondkapje en het is verdwenen, maar het is wel grappig. Die komt zo weer terug, let maar op. Ja, kijk, daar is ze. Zo moet het dus niet. Ja. Dus, waarom niet? Nou kijk, het moet dan, als je het wil doen, moet je het in ieder geval goed aangedrukt hebben. Of dit de juiste mondkapjes zijn, is nog even de vraag. Maar als je niet weet hoe je met een mondkapje moet omgaan, beschermt het niet of nauwelijks. Sterker nog, er zijn wel studies geweest die aangetoond hebben dat juist als je mensen een mondkapje geeft bij uitbraken, dat hebben we bij de vogelpest bijvoorbeeld gezien, ja, dat die mensen eerder besmet raken. Want die zitten dan constant met hun handen aan dat ding. Ja, en dan komen ze bij hun ogen in de buurt, bij de slijmvliezen. Dan halen ze dat ding er weer af en er weer op. En dan gaan ze met diezelfde handen waar aan de buitenkant wel het virus dan zit, gaan ze weer de boterhammen eten. Dus kortom, of dat gaat dan even naar beneden. En dan dus het is, als je goed kijkt, werkt het? Kijk, als je die dingen gebruikt in het laboratorium, die juiste maskers, ja, dan werkt die het. Die zijn zinvol. Daar zijn ze ook voor. Daar zijn ze ook voor. Zie je het in de haven eigenlijk, mensen nu met zo'n mondkapje op? Ik heb ze niet gezien, behalve inderdaad mensen uit Azië. Ja. Het is ook schijnzekerheid, hè? Dat is ook al een risico. Maar wat wel waar is natuurlijk, dat als je zelf besmet bent en je hebt zo'n mondkapje voor, dan verspreid je minder virus. Mm. Maar dan hoor je niet op straat om thuis te zijn. Ja, precies. Ja. Goed, we gaan door naar de Erasmus Universiteit. Ik dank jou trouwens in de tussentijd even, Jelle, want we gaan jouw stoel zometeen verplaatsen. Althans, we laten de stoel wel staan, maar er komt iemand anders. Ruud van Rossen komt eraan. We gaan terug naar de universiteit. Ik zei het, want de scholen die zijn op dit moment dan nog wel open, maar universiteiten zeker niet. En onze verslaggever Laurens van Ham gaat op uitzoeken hoe dat allemaal opgelost wordt. Ja, moet je kijken hoe leeg het hier is. Ik geloof niet dat ik het ooit zo rustig heb gezien. Dit is de Erasmus Universiteit. Normaal zit deze hele zaal vol met studenten die colleges volgen. Maar de Erasmus Universiteit schrapt alle colleges. En ook de tentamens tot en met 31 maart. En het heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus. Ik moet zeggen, het komt niet onverwacht voor ons. En daarbij komt dat ook onder de studenten. Onrust bestond. Willen we nog wel in die grote getale colleges lopen of tentamens?
examens doen. De eerste plaats wat we natuurlijk wel gaan doen, technologie, dat we zoveel mogelijk gaan proberen hoorcolleges via online, gewoon online te doen. Wellicht werkgroepen die met elkaar online toch doorgaan en daar gaan we alles op inzetten om dat te realiseren. Ik denk dat dit een situatie is die jullie nog nooit hebben meegemaakt. Nee, nou werk ik hier niet zo lang, maar het is doodstil op onze universiteit en dat is toch wel, ja, ook wel een jammerlijk beeld. Het is niet anders. We zijn solidair. Ik vind het besluit verstandig, maar voor de studenten en voor ons, het is natuurlijk niet leuk. Je bent vrij vandaag. Wat doe je hier? Sporten ga ik nou. Dus ja, om te beschermen tegen het coronavirus. Wat vind je ervan dat alle colleges en tentamens geschrapt zijn? Het is natuurlijk wel gewoon zonde. Je wil wel gewoon je colleges volgen. Je wil gewoon dat leven eigenlijk doorgaat, maar het is wel gewoon normaal dat we het op die manier nu zo aanpakken, denk ik. Ja, dat is eigenlijk wel wat je overal hoort. Het begrip voor alle zaken is groot. Ruud, welkom trouwens. We gaan zo meteen over de sport praten. De consequenties daarvoor. Meneer Osthout, House, hoe groot is nou de kans dat we hier in Nederland een lockdown krijgen zoals China en Italië dat nu hebben? Nou, die kans is aanwezig als we niet doen wat we moeten doen. Ja? Dus dat is waarom het allemaal gebeurt. En om nu uit te spreken wat de kans is, ik denk dat het heel erg moeilijk is. Want het hangt helemaal af van in hoeverre mensen inderdaad zich houden aan de voorschriften. Of in ieder geval de adviezen die gegeven worden. Dat als je ziek bent, nou, de hele rij van zaken die genoemd zijn. En ik denk als we dat doen, dat er een hele goede kans is dat we het sterk kunnen indammen. En dat uiteindelijk we niet tot een lockdown hoeven te komen. Het zal niet zo ver komen. Wat denk je? Ja, ik ben geen deskundige op dat punt. Maar ik denk niet dat ze... Het is ook de vraag of die samenleving daar... dat zomaar werkt in onze samenleving. Daar ben ik ook erg benieuwd naar wat dat betreft. Ja. Je kan het eens een keer in een gemeente even in een dagje hebben. Maar wekenlang of dagenlang een hele samenleving op zo'n manier plat. Nou, ik zie dat niet zo gebeuren. De maatregelen zijn, die kun je wel stevig noemen, die nu voor deze regio en voor Nederland gelden. Maar tegelijkertijd hebben ze ook wel een beetje een vrijblijvend karakter. Je mag zelf bepalen wat doe je wel, wat doe je niet. Zouden die maatregelen strenger moeten worden geformuleerd? Nou, voorlopig nog niet. Pas als daar reden toe is, moet die volgende stap gezet worden. Die proportionaliteit waar we het net over hadden, die moet je steeds in acht blijven nemen. Je kan alles nu plat leggen. Maar we worden er niet beter van. We willen ook gewoon met elkaar gewoon blijven produceren. We hadden het net over de haven en allerlei andere dingen. Het is niet zo dat we nu maar gewoon zeggen, we stoppen nu de samenleving 3 maanden. En komen over 3 maanden weer uit het ei. Nee, zo is het eigenlijk ook. Ja, als het gaat om de consequenties voor de sport, Ruud. We praten zo wel even over het betaalde voetbal, het amateurvoetbal. Want dat gaat in ieder geval 3 weken allemaal niet door. Nee. Maar ook de Rotterdam Marathon is uitgesteld. Hoe groot is nou de kans dat die op een ander moment wel wordt gelopen? Ja, dat is natuurlijk enorm de wens van Mario Kadix, de directeur van de Rotterdam Marathon en zijn team. Dat is natuurlijk ook de wens van de mensen die hem wilden gaan lopen. De vraag is hoe reëel dat is. Ik geloof er echt in dat Rotterdam en de organisatie er alles aan doet om in het najaar een datum te vinden. Maar Rotterdam is een topmarathon. Dat haalt een aantal toplopers hier naartoe. Maar als je die kalender kijkt in het najaar, ik heb het even opgeschreven, 14 september Boston, 27 september Berlijn, 11 oktober Chicago, 18 oktober Amsterdam en Parijs, die ook op 5 april gelopen zou worden, 1 november New York. Vind daar maar eens een plek voor een topmarathon. Dat kan natuurlijk zijn dat ze zeggen, nou weet je wat, dan maken we er alleen een breedtesportmarathon van. En dan lopen alleen 40.000 breedtesportliefhebbers die marathon. Dat zou een keuze kunnen zijn. Ik zou het wel zonde vinden, want het is de 40ste editie. Het is een jubileumeditie. Het had zo mooi kunnen zijn. Logisch dat het nu niet doorgaat. Ja. Maar ik ben benieuwd of er zomaar een plek is, afgezien van de consequenties voor de stad. Want je moet Rotterdam... Je moet wat organiseren. Eén dag helemaal lam leggen. Nou, dat is gepland op 5 april 2020. Daar wordt maanden rekening mee gehouden. Ja, vind dan maar eens even een datum in september of oktober. Ja, dat is een opgave voor een overheid, ja, toch? Platleggen hebben we nu ervaring mee. Ja, maar nog niet helemaal. Nog niet helemaal. Goed, oké. Okay, nou ja, dat wat betreft de marathon zo meteen ook over het voetbal. Want ja, geen sport voor niemand. Of je nou dat op professioneel gebied doet of amateurgebied. Naar een concert gaan, dat kan niet. Naar theater gaan, kan niet. Maar kun je wel naar de kerk gaan? Dat zocht onze verslaggever Sanne Waldekker uit in de Hoekse Waard. Ja, een plek waar ook veel mensen samenkomen is natuurlijk de kerk. En zeker deze kerk hier in Oud-Beijerland van de evangelische gemeente Hoekse Waard. Waar wekelijks gemiddeld zo'n 700 mensen de dienst volgen. Maar vanwege het coronavirus zullen ook hier de stoelen leeg blijven.
de Bijbel roept ons op om ook gehoorzaam te zijn aan wat de overheid zegt. En we hebben besloten om de dienst wel door te laten gaan, maar in dit geval zonder bezoekers. Dus de dienst zal te volgen zijn op onze website via de livestream. Hoe logisch het ook klinkt in deze tijd, mensen eigenlijk zeggen dat ze de komende zondagen niet welkom zijn, is geen eenvoudig besluit voor de kerk. Je wilt toch ook meewerken aan het bestrijden dat de ziekte zich doorzet. Aan de andere kant wil je natuurlijk ook een toevluchtsoord zijn, hè, voor mensen die zeggen van nou, dit vinden we toch wel een hele spannende tijd en kunnen we hier wat troost vinden en bij elkaar komen. En daarin geloven we natuurlijk ook dat God mensen ook wel beter wil maken. Maar ja, om daar dan onnodig risico voor te gaan lopen, dat kan natuurlijk uiteindelijk niet. De dienst zelf zal dus niet anders zijn dan op andere zondagen. Het uitzicht vanaf het podium zeker wel. Ik denk dat het voor de mensen die meewerken aan de dienst, dus bijvoorbeeld de band en de spreker en nou, ik ben er zelf ook, dat het wel iets anders zal zijn. Het zal even wennen zijn dat je in een lege zaal staat. Maar we gaan eraan wennen. We gaan er toch iets moois van maken. Ja, want de mensen die naar de kerk gaan in de Hoekse Waard, ze zullen afvragen, maar iedereen in de regio, iedereen in het land, wanneer verwacht u dat we weer normaal kunnen gaan doen? Ik denk dat dat heel moeilijk te zeggen is op dit moment. Als we kijken wat er in China gebeurt, er zijn tekenen dat het wat af begint te nemen. Dus de meeste gevallen die we nu in China zien, zijn eigenlijk importgevallen. Ja, dus de maatregelen hebben daar gewerkt. Dus maar ook door een lockdown, meneer Hofstaus, toch? Ook door een lockdown, ja. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat het even stilgelegen heeft. Dus ik denk dat het heel moeilijk in te schatten is hoe lang het gaat duren. Met een beetje geluk helpt de komende zomer er ook nog bij. De lente en dan de zomer. Geluk bedoelt u in de temperaturen? Die ja, dat niet alleen. Nee, maar als het virus zich daar echt wat van aan gaat trekken. We weten dat de meeste luchtwegvirussen dat doen. Influenzavirussen, verkoudheidvirussen. Ja, die gedijen niet in de zomer. Dat heeft ermee te maken waarschijnlijk dat de mensen niet meer in bedompte ruimtes zijn. Dat er UV-licht is, luchtvochtigheid, temperatuur is belangrijk. Dus alles bij elkaar. Als je kijkt naar andere coronavirussen die we kijken bij de mensen, ja, die komen voornamelijk in de winterperiode voor. Dus dat zal in ieder geval een bijdrage leveren. En als we daar bovenop dan onze maatregelen treffen zoals die nu getroffen worden en dat werkt, ja, dan denk ik, en men houdt zich eraan, dan denk ik dat we een redelijke kans hebben dat over een bepaalde tijd, en dan, ik durf niet uit te spreken in hoeveel weken of maanden, want daar zit natuurlijk iedereen op te wachten. Dat is de vraag ongeveer die we stelden, ja. Een paar maanden toch wel minimaal? Ja, 2 maanden sowieso. Ja, dat is, ja. Oh ja? Ja, het is niet dat het over 2-3 weken afgelopen is. Maar daar worden wij nu wel een beetje naartoe geleefd, hè, zo van 1 april, zeker waar het gaat om de sport, Ruud. Ja, maar dan... Totdat het echt over is, ja, dan denk ik toch, ja. Wat we niet weten, dat is een beetje het probleem, de noemer van het geheel. Dat wil zeggen, je weet wel hoeveel mensen er ziek zijn en die ook positief gevonden zijn. We weten niet hoeveel mensen er geïnfecteerd zijn en eventueel nauwelijks geen symptomen gehad hebben. En dat maakt het heel erg moeilijk. Want als je weet hoeveel mensen er al geïnfecteerd zijn, die mensen zijn op korte termijn in ieder geval waarschijnlijk niet meer gevoelig voor het virus. En dan dooft dat virus uit. We hebben hetzelfde gezien met Zika bijvoorbeeld, zo'n virusinfectie die ineens rondging. En toen dacht men, iedereen dacht toen, nou dat wordt verschrikkelijk. Op een gegeven moment ging dat heel snel omlaag. En dat zien we nou ook niet meer. Nou, die periode daar heeft mede te maken met hoeveel mensen zijn nu echt subklinisch, zonder klinische symptomen, geïnfecteerd geweest. Nou, dat is wat we niet weten. Die noemer weten we niet. Als we daar enigszins grip op hebben, als we dat enigszins weten, ja, dan zouden we voorspellingen kunnen doen. Maar dat is nu te vroeg. Nee, maar als ik meneer Van Daan nu beluister en zegt, nou zeker 2 maanden, en ik benader dat weer even vanuit Rotterdams perspectief, dan denk ik dat het Songfestival, medio mei in Rotterdam, in Ahoy, waarbij de voorbereidingen al begin mei op de rol, of begin april op de rol staan, dat gaat hem dan niet worden, hè? Ik denk het niet, nee. Maar ik hoop dat het sneller gaat, maar gezien de snelheid waarmee het ook bij die andere landen gaat, is het niet zomaar weg natuurlijk. Nee. Dit is niet in een weekje opeens gepiept. Dus dit gaat zeker een aantal weken duren. Nou ja. Maar ik ben het daar helemaal mee eens. Een aantal weken zeker. Ik weet dat ik helemaal aan het begin, toen we de eerste patiënt kregen in Nederland, toen zei ik, nou, dat Songfestival, daar moeten we wel mee uitkijken. Hou er rekening mee dat het wel eens zo zou kunnen zijn. Ik kreeg me toch een lading van kritiek over me heen, waar ik me mee bemoeide en hoe het kon. En dat is... Nu is het een reële vraagstelling geworden. En we hebben de Keukenhof, we hebben het Songfestival, we hebben de voetbalmatches. Ja, dus in principe gebeurt dat nu toch. En het grappige is wel, het interessante is wel, dat al dit soort scenario's, dat we die natuurlijk altijd al een keer op papier doorgerekend hebben. We hebben oefeningen gedaan en nu gebeurt het echt. En iedereen bij die oefeningen heeft toch iedereen zo het idee, ja,
Dat is allemaal wel interessant. En dan praat je ook over triage, mensen waar je geen bedden voor hebt in het ziekenhuis. En nu zijn dat reële scenario's. Dat als, we weten dat als je niet doet wat je moet doen, dat je daarin terechtkomt. En het interessante is dus dat je hebt je daarop voorbereid. En nu gebeurt het echt. En dan denk je, en dan nog kloppen die voorbereidingen natuurlijk niet helemaal. Ja, wie zijn er dan anders getraind? U zegt we hebben geoefend. Ziekenhuizen. De hele zorg en ja. Ketens en partners. Maar ook met over, ook burgemeesters hebben met elkaar hebben met allerlei van die griepandemie oefeningen gedraaid. Dus volop op dit thema is er ingezet. Maar tegelijkertijd, je kan nog zoveel oefenen. De werkelijkheid is toch altijd weer anders. Echt anders. Ja. Ja, Ruud de Sport dus, los van het Songfestival, wat dan toch echt op losse schroeven komt te staan. Dit weekend geen Sparta Feyenoord, geen Stadsderby, volgende week geen klassieker, geen Feyenoord Ajax. Hoe gaan we dat in het voetbal allemaal oplossen? Nou ja, allereerst als ik dit zo hoor en dit vermoedde ik al, de sport heeft zich gericht op 1 april, maar op 1 april zijn we er denk ik nog niet. Dus de gedachte dat je na 1 april weer lekker kan gaan voetballen is denk ik niet reëel en dus komt het einde van de competitie gewoon in gedrang. He, het EK gaat dat door. Nou, daar gaat de UEFA iets over zeggen. Wat wij interessanter vinden is natuurlijk wat met de Eredivisie gaat gebeuren. Ja, en de bekerfinale. En de bekerfinale waar Feyenoord in staat op 19 april. Daar wordt nu gezegd, die gaat gewoon door voorlopig met publiek. Ja, ik zou het nu ook zeggen, maar dat is zeker niet reëel. Ik heb vandaag gebeld met de technische staf van Feyenoord, met Henk Vreese van Sparta. Nou, bij Sparta het weekend vrij. En dan wordt er getraind maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. En dan hoopte Henk Vreese dit weekend, dan wel volgend weekend, achter gesloten deuren te kunnen oefenen. Maar ja, dat mag niet. Dus dat is niet aan de orde. Bij Feyenoord dit weekend ook vrij. Daar gaan ze maandag verder kijken hoe nu verder. Ja, die willen ook natuurlijk gaan oefenen. Maar dat is gewoon niet reëel. Zeker ook niet achter gesloten deuren. Dus dat is een uitgemaakte zaak. Maar er zijn natuurlijk nog meer dan alleen voetbalwedstrijden. Wat dacht je van 25, 26 maart? Premier League darts in Ahoy. Twee keer bomvol Ahoy. Nou, daar is een mooie oplossing voor gevonden. Waarom? Het gaat naar het najaar. En dan is het ook de finale van de Premier League darts. Dus dat is een geluk bij een ongeluk, laten we het maar zo zeggen. En wat je dan ook hebt aan de andere kant, en daar ben ik benieuwd naar de mening van deze heren. In Engeland begint in Londen het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi boksen dit weekend. Daar doen Nederlanders aan mee, ook uit deze regio, Noeska Fontein. En dat gaat met publiek gewoon door. Terwijl alles daar ook stil ligt, maar het boksen, het Olympisch kwalificatietoernooi gaat door. Alles ligt er niet stil. De houding van Engeland is toch wat anders. En, ja, en Premier League voetbal en de professionele voetbal bedoel ik. Ja, oké, dat is wel zo. Maar dat is wat je dan ziet in Europa. Nou, we hebben de Brexit nu, dus dat wil zeggen dat heeft ermee te maken. Die doen gewoon wat ze zelf willen. Nou, je ziet ook met Trump, die zegt ook van de Europeanen wegblijven, niemand mag erin, maar de Engelsen mogen er nog wel in. Dus het is wat wonderlijk. Maar goed, wat ons natuurlijk stoort, is dat er in Europa zo verschillend veel scenario's zijn over wat gaan we doen. We hebben dat met de Mexicaanse griep hebben we dat gezien. Er waren 28 landen en er waren 28 vaccinatieprotocollen. Wie wel en niet gevaccineerd moeten worden, hoe vaak ze gevaccineerd moeten worden. En dat zien we nu weer precies hetzelfde gebeuren. En het wordt steeds zichtbaarder, die verschillen. Ja, vroeger ging niemand naar Engels voetbal kijken. En tegenwoordig kijkt de helft van de Nederlanders ook naar het Engels voetbal. Dus het is ook allemaal veel internationaler geworden. Dus je ziet ook allemaal, daar doen ze dit. En waarom wij. Dus die vragen hoe het buitenland het doet, worden veel pregnanter dan vroeger. Vroeger maakte er niemand zich druk wat in al die landen. Ja, je lette op je eigen landje. En de wereld was vooral je eigen land. En daar zie je natuurlijk ook die. Dat is echt anders. Ja. Nou ja, goed, wat betreft die Nederlandse, maar ook internationale voetbalcompetities, die zijn nu straks pas zo laat klaar. Dan staat het EK daags voor de deur. Ja. Dus de kans dat het EK doorgaat, wordt ook steeds kleiner. U knikt al nee. Ze kunnen toch zonder publiek voetballen? Of is dat is niet echt gewenst. Nee, ik zou dan gewoon niet voetballen. Wat heeft het voor zin? Een voetbal in een leeg stadion. We hebben het gisteren in de Europa League. Het ziet er gewoon niet uit. Ja, weet je, het is vervelend. Maar dan hebben we maar een keer geen kampioen. Ik bedoel, als ik zie wat de consequenties voor andere mensen zijn, voor een bedrijf als KLM, dan denk ik, dat vind ik vele malen groter dan een keer geen voetbalkampioen. Ja, hoor. Zo is het. Maar als je zeg maar 6 weken op die manier kunt overbruggen. Zeg maar, stel dat het over 6 weken weer gebeurt. En je hebt dan toch die beste gehad, zonder publiek dan, jammer. Maar dan kun je wel de competitie laten aflopen. Maar goed, ik ben viroloog, ik weet niks van voetballen af. Dus ik moet me er niet mee bemoeien. Goed. We hebben het eerder in deze uitzending gezien, dames en heren. Die supermarkten, die zijn dus overvol, er wordt gehamsterd. Maar de diverse markten in de regio, die mogen niet doorgaan. Zo ook niet in Dordrecht. Ja, niks. Ja. Nou, dan mag ik naar de bakker. Ik moet in de markten, die is er ook niet. En wat nu? En wat nu?
Het Statenplein in Dordrecht ligt er op vrijdagochtend verlaten bij. Door maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus mag de weekmarkt niet doorgaan. En daar zijn de markthandelaren niet blij mee. Ja, nou, de markt is A, geen evenement. En B, gebeurt het in de buitenlucht. De richtlijnen van Rutte zijn zo'n 100 mensen bij elkaar. Er lopen hier geen 100 mensen bij elkaar bij één kraam. Nou, we zijn hier natuurlijk met z'n allen om daar een bezwaar tegen aan te tekenen. En we gaan dadelijk straks in overleg met de gemeente. Een gesprek met de Dordtse wethouder veranderde niets aan het marktverbod. Het is een crisissituatie en een overmachtssituatie. Waar we helaas niks anders konden doen dan dit besluit. In de hoop dat daarmee de verspreiding ingedampt kan worden. Belachelijk. En ik moet toch boodschappen hebben. Ja, en het zijn toch meer dan 100 mensen bij elkaar. Als je dan een maatregel neemt, ja. Het is wel natuurlijk ergens dubbel, je moet je eten ergens vandaan halen, maar... Ze hebben wel gelijk, sowieso. Hey, maar ja, het treft ook de economie, denk ik, hè? Voor veel mensen. Ja, wat die meneer gelijk heeft. Meneer Osthuis, op social media is er nu een hashtag, coronahulp. Dat als je nu thuis zit of wat minder te doen hebt, wat vrije tijd hebt, ga mensen helpen. Ga vooral wat oudere mensen helpen. Geweldig. Kan het zorgeloos? Wat zeg je? Kan je dat zorgeloos doen? Ja, even kijken. Kijk, als je zelf symptomen hebt, dan moet je dat natuurlijk niet gaan doen. Of als je zelf een risico vormt. Maar als mensen de deur niet uit kunnen en thuis willen blijven en moeten blijven, dan denk ik dat het heel goed is om mensen te helpen. Ik denk dat er een soort solidariteit toch moet gaan ontstaan bij de mensen. Van, hey jongens, we hebben een groot probleem. Ja, dat moet opgelost worden. Het heeft allerlei consequenties. Ook economische consequenties, maar gezondheidsconsequenties. En laten we nou met z'n allen dat doen. Ik vind het wel grappig als je op die markt kijkt. Dan, iedereen heeft commentaar. Ja. Dat is wel typisch Nederlands. Ja, van... Dan hoor je, mensen die zijn het er helemaal mee eens. En mensen zijn dus, ach, absoluut belachelijk. En we gaan naar de burgemeester. Ja. Weet ik. Op zich is dat wel interessant. Maar misschien moet je toch een klein toontje lager zingen. En zeggen van, jongens, laten we dit nou gewoon een paar weken doen. En laten we die zaak proberen onder controle te brengen. En onderwel kan je ook allerlei dingen. Je kan ook gewoon lekker blijven voetballen met elkaar. Ik bedoel, het is niet zo dat je ding opeens helemaal niet meer mag doen. Hè. Ik bedoel, die 100 is natuurlijk helder. Maar tegelijkertijd, er zijn overal dingen waar mensen gewoon in kleine aantallen bij elkaar zijn. En zolang je niet op elkaars lip zit, is het natuurlijk heel veel mogelijk. Die afstand is belangrijker dan die aantallen natuurlijk. Kijk, als je in de doelen zou kunnen zitten, of weet ik veel waar, en je zat overal, je liet een rij tussen en de stoel tussen, dan was het eigenlijk nog beter dan. En dan kon je er met 400 nog zitten, bij wijze van spreken. Ja. We worden natuurlijk nu helemaal vastgepind aan die 100 vanwege de praktische invulling. Maar Grond zegt 1000, dus daar zie je het ook alweer. Ja, samenscholingen van 1000 mensen in plaats van 100 mensen. Ja, dat is. Ja, waar ligt die grens? Dus dat is ook allemaal arbitrair. We gaan het afsluiten nu, want de tijd zit erop. Ab Osthuis, wel bedankt voor de komst en toelichting. Menno van Duin en Ruud van Os. Tot zover deze speciale uitzending van Rijnmond over het coronavirus. Ook dus hier in de regio actief. Meer en ook ander nieuws bij ons op de website rijnmond.nl. En u bent gewend in dit decor. Op maandag en vrijdag is er FC Rijnmond. Dat is er, zolang er niet gevoetbald wordt, even niet. Dank voor het kijken en een goed weekend. Dag. Voor jullie is het wel een probleem, dat begrijp ik. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op rijnmond.nl of de Rijnmond app.